Voor de rest is er goed bij bus. Noodcentrale 112, ziekenwagen brandweer, hallo. Amy is vandaag een van de 4 medewerkers die aan de slag is voor de noodcentrale 112 Oost-Vlaanderen in de Groendreef in Gent. 4 mensen staan in om vandaag alle oproepen van over de hele provincie te beantwoorden. Op dit moment gebeurt het dat er mensen zijn die 3 à 4 minuten moeten wachten, die het wachtbandje horen in de noodcentrale, blijf aan de lijn, omdat wij hun oproep nog niet kunnen aannemen, dat wij nog doende zijn met een andere interventie. Wij zitten hier normaal gezien, hebben wij een optimale bezetting van 7 personeelsleden overdag. Nu vandaag zijn we hier met 4 personen. 4 personen aanwezig om een ganse preventie te woord te staan. Sinds gisterenavond is er onder de medewerkers een spontane actie uitgebroken. Vanaf nu wordt er enkel nog onder een minimale bezetting gewerkt, zodat de burger daar niet al te veel hinder van ondervindt. Alleen, die bezetting is anders ook al te laag, dus in de praktijk verandert er weinig. Het is de enige manier voor de werknemers om hun ongenoegen te uiten. Dat is enorm frustrerend, want we krijgen wel van onze directie hier in Gent krijgen wij de erkenning. En krijgen wij meermaals te horen dat wij zeer goed bezig zijn en zij zien wat wij doen. Maar ook zij kunnen daar zeer weinig aan doen. Het is echt, het gaat puur om budgetten, maar wij zijn niet bezig met budgetten. Wij zijn bezig met mensenlevens. En vanaf dat de mensenlevens in gedrang komen, dan wij moeten aan de alarmbel trekken. Wij kunnen niets anders doen dan dat. De noodcentrale 112 valt onder de federale politie. De centen moeten dus vanuit Brussel komen. Naomi werkt al 8 jaar als operator bij de noodcentrale en heeft nooit anders geweten dan personeelstekort en de hoge werkdruk. Het is dan ook een job die lang niet voor iedereen op het lijf geschreven is. Wetende dat de burger in paniek belt naar ons en wij de hulp ter plaatse sturen en die mensen geholpen zijn door ons, dat is onze grootste voldoening. Dat is echt iets, daarvoor doen wij dat. De ziekenwagen komt eraan hoor. Oké, dag. Wij zijn de allereerste schakel. De burger belt naar ons en wij sturen de hulp uit. Wij staan eigenlijk tussen de burger en de medische diensten, de brandweerdiensten. Ook alle oproepen die bij ons binnenkomen, die dienen of die bedoeld zijn voor de politie, die sturen wij ook door. Wij zijn de allereerste schakel bij de burger in nood. En dat is iets dat niet erkend wordt van bovenaf. De actie van deze mensen duurt al zeker een week of tot wanneer er oplossingen komen. Wij zijn zo de onzichtbare helden. We hebben er geen bloemen voor nodig. De rode loper moet daar niet voor uitgerold worden. Maar personeel, genoeg personeel en deftig materiaal, ik denk dat dat een basis is om mee te kunnen werken.